Het was een ravage langs het Hogeveenskanaal. Het ongeluk gebeurde vlak na een scherpe bocht. Een bergingsbedrijf heeft de oldtimers op de kant getakeld. Ook de antieke vrachtwagen die de oldtimers vervoerde werd overeind gezet en is afgevoerd. De schade aan alle voertuigen is fors. Twee buurtkinderen gingen na het ongeluk meteen kijken. Die is te water geraakt, die zat in de vrachtwagen. En daar zat er nog één op, die zat er ook in. Maar volgens mij is die niet te water geraakt. Naar de oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzoek gedaan. Volgens buurtbewoners gebeuren er op deze plek vaker ongelukken. In de meeste gevallen omdat de automobilisten te hard rijden en de scherpe bocht niet zien. Je denkt als je zo gaat dat je het dan bent, maar dan moet je ook nog een keer zo. En dat zien veel mensen niet. En dan moeten ze echt heel erg afremmen. Maar je mag hier met 60 door de bocht, maar dat is echt veel te hard. Daarom hebben de bewoners van de Vaartweg en Staphorst meerdere malen bij de gemeente om maatregelen gevraagd om juist dit soort ongelukken te voorkomen.